dat hij dat leuk vindt. Ik denk dat de musicaliteit van de taal en de ritme van de taal zijn natuurlijk de wezenlijke elementen van poëzie. En die kun je heel goed laten horen. Ik vind het ook belangrijk om dat te laten horen. Dus. Is de dichter de enige aangewezen om zijn eigen gedichten te lezen? Zou een ander dat ook kunnen? Ja, zou een ander ook kunnen. Maar ja, God, een dichter kent zijn eigen gedicht natuurlijk heel goed. En ik kan me voorstellen dat een ander het weer anders zou lezen. Maar in principe moet een ander het ook kunnen. Maar hoor je wel eens iemand die jouw gedicht heel slecht voor heeft? En dat je denkt, oh. Ja, ik hoor niet zo vaak mensen mijn gedichten voorlezen. Ik doe het meestal zelf. Ja. Dus daar kan ik niet zo goed antwoord op geven. Ik heb wel eens horen zingen. Dat vond ik wel matig. Op eigen muziek ook? Nee. Op de mensen muziek. Dit zijn... Deze twee bundels, die hebben nu 8 geschreven. Er zijn 8 dichtbundels van jou verschenen in de loop van een aantal jaren. Vind jij zelf dat de thematiek daarin veranderd is? Ja, ik denk het wel. Ja, moeilijk te zeggen. Ja, dus misschien meer op liefde. Het accent komen te liggen. Maar gaandeweg... ja, God, uiteraard verandert je thematiek, want je leeft verder. Dus dingen van je leven komen er natuurlijk toch ook in. Dus, het is toch zo dat een dichter het mooist dicht als hij leidt aan onvervuld verlangen. En in de praktische betekent dat als iemand ongelukkig is in zijn huis. Nee, daar ben ik niet mee eens. Nee? Het laatste gedicht wat ik heb voorgelezen, dus zo even over die... Over zo'n landschap in het zuiden waar je dan enorm van kunt genieten en waar je er ook heel veel in ziet. Dat is een zeer bepaald een gelukkig gedicht. Dus ja, ik ben niet eens met de stelling dat je alleen zou kunnen dichten als je ongelukkig bent. Daar komt ook bij dat ik ook denk, het kan wel zijn dat je thematiek heeft natuurlijk met je omstandigheden en je inzichten te maken. Maar het professioneel werken aan iets maakt het toch ook mogelijk om dingen te fictiviseren als het ware. Dus, als ik jouw gedichten lees in deze twee bundels, dan treft mij een soort hartstochtelijk onvervuld verlangen. Nee, er zit heel veel vervulling in. Ja, maar de hartstocht van het onvervulde is misschien het mooist. En nu heb ik me laten vertellen dat jij nu heel erg gelukkig bent in de liefde. En dan vraag ik me af, wat komt er hier daarna nog voor een gedichtenbundel? Ik heb mijn relatie, ze zit daar. Al 3 jaar en in 3 jaar is er toch op zijn minst 1 bundel verschenen. En die nog voortging de vorige. Dus dat maakt allemaal niet uit. Ik denk ook op een gegeven moment dat je een thema kunt kiezen waar je dan aan verder werkt en dat ongeacht de omstandigheden waarin je op het moment verkeert. Ja. Het valt mij ook wel op dat in die laatste bundel heb ik een beetje zitten strepen. Dat in een grote hoeveelheid van de gedichten jij inderdaad de vrouw lyrisch beschrijft en de liefde of daarmee in bed ligt. Heb je ook nog andere bezigheden? Nou, niet veel. Nee. Want aangezien het dichter mijn werk is, verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik mij als het ware tot deze bezigheden zou kunnen beperken. Dat klinkt een geweldig leven inderdaad. Heb je nog wensen? Gewoon voor dichten. En zij dichten voort. Ja. Hoe vind jij dat de Nederlandse poëzie of literatuurkritiek jou behandelt? Ik wil dat doen naar aanleiding van 2 voorbeelden op je laatste 2 bundels. In Maarten Doorman in de Volkskrant, die vindt dat jij getuigt van lyrisch lef, dat wil zeggen hartstochtelijk vertellen. Maar hij vraagt ze ook af, en dan gaat het met name over waarom altijd over vrouwen, nou niet over vrouwenliefde, maar zo direct over liefde, lijven, beschrijvingen van de beeldmaat noemt hij dan, wat jij veel poëtischer doet dan dat hij het samenvat. Maar hebben dat soort gedichten, vraagt hij zich af, nog bestaansrecht? Ja, waarom niet? Ik vind het een volkomen belachelijke vraag en heb me zeker in het geval van zijn kritiek afgevraagd. Of die niet ongewild gebaseerd was op een enorme homo-haat en ook op een vrouwenhaat.
Dus het is de krankzinnigste kritiek die ik meen ik ooit gekregen heb. Want dat is vrij kras, want ik heb heel wat over me heen gekregen. Maar wat zou er tegen zijn om deze dingen te beschrijven? Je kunt alles beschrijven, het hangt er maar vanaf hoe je dat doet. Dat betekent dat jij denkt, als deze criticus, Doorman, dergelijke gedichten leest als geschreven door een man over een vrouw, dat hij het minder onbehaagd is? Dat denk ik, ja. Ja? Ja, dat denk ik. En wat zegt dat dan over zo'n criticus? Ja, dat zeg ik in het algemeen gesproken, dat mensen denk ik toch wat problemen hebben met het... vrij en als normaal behandelen van dit soort van thema's. Dat denk ik wel. Heb jij last, denk je, van wat Maaike Meijer noemt het phallic of het phallic criticism? Dus een man, ja, wat is het eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, moet je aan haar vragen. Ik heb haar heel geleerde boek, waar ik een hele hoofdstuk in beslag neem, natuurlijk met de leiderschap begroet. En ik denk zeker dat er veel waarheid zit in wat zij beweert. Dus, maar ik heb het niet onderzocht, maar ik denk wel dat er veel in zit, ja. Ja. Zijn er meer lesbische dichteressen eigenlijk in Nederland? Ja, maar niet zo expliciet. Je hebt natuurlijk Ida Gerhard. Minder. Ik zeg wel eens als ik een expliciet, bijvoorbeeld over de Bilnaat, een gedicht schrijf, dan zeg ik wel, nou, Ida Gerhard heeft ze zo niet geschreven. Nee. Nee. Maar zijn er dichteressen in opkomst? Jij geeft ook workshops in de Amazone. Voel je daar jong, bruisend talent opkomen in de lesbische lezen? Ja, zeker. Wat het allemaal gaat worden, dat weet ik niet. Daar heb ik verder niet de hand in, maar ik probeer het zo goed mogelijk te ontwikkelen. Je ziet wel talent. Ja, overigens zijn niet alle vrouwen die daar komen homoseksueel. Nee. Dus, dat vroeg ik me ook af, hè? Want je zit heel vaak in lees je voor of word je gevraagd voor literaire salons die door vrouwengroepen georganiseerd worden. Gaat dat je dan nou, want het is je altijd hetzelfde gezicht, verveelt dat nou nooit? Hoezo heb je hetzelfde gezicht? Nou. Hoezo, hè? Nee, maar dat is toch zo? Dat is toch een bepaalde zicht? Ja, mijn studenten zijn elke week dezelfde, maar gelukkig wel. Nee, maar ook als vrouwen zogenaamd literaire avonden gaan organiseren. Dan zie je en Ellie de Waard en Sandra Schutte presenteert. En hoe lang is dat geleden? Het laatste keer dat ik ben was opgetreden was hier in de balie. Het was een gemengde avond. Kom jij ook wel eens waar mannen zijn? Ja, zeker. Ik word veel meer gevraagd in het algemeen dan speciaal door vrouwenorganisaties. Ja, dus je voelt je niet in die zin hoogpriesteres van de vrouwen? Nee, helemaal niet. Dat zou ik ook heel beperkt vinden. Ja. Zeker niet. Jij, ik ken jou zelf, ja, niet persoonlijk, we maken voor het eerste keer kennis, maar wel van toen ik nog een jongetje was en stukjes las in de Volkskrant over popmuziek. Oh ja. Daar schreef jij over. Het was heel prominent, criticus van het Volkskrant. Ja. David Bowie, Roxy Music waren jouw grote favorieten in die tijd. Hoe ben jij in dat vak terechtgekomen? Ja, ik vond, ik hield daar enorm van. En toen in de 60e jaren met Hintweek en de hele opkomst van de popmuziek op een niveau dat meer aansprak dan in de 50e jaren, toen het toch nog enorm als tienermuziek te boek stond. Maar toen vond ik het zo interessant dat ik, alles was vrij, je kon er zo over beginnen te schrijven, je belde de platenmaatschappij op en dan kreeg je een plaat, gratis cadeau, en dan schreef je een stukje over en dan stuurde je op en zo ging dat toen. Ja? Ja, dus op die manier is mijn reputatie aangevangen, zal ik maar zeggen. Ja, en ben jij je ervan bewust dat jij een beetje degene bent geweest die smaak in die tijd... In zekere zin wel, ja. Ik weet ook al dat met name na artikelen over Roxy Music en David Bowie in de Vrij Nederland, dan zat het concertgebouw vol met ook mensen als Guus Vleugel en Jasperina de Jong. Ja. En die zijn zeker allemaal op mijn artikel afgekomen. Ja. Dus die hadden dan even dat stuk nodig om te kijken, gaan we heen of niet? Ja, blijkbaar. Mathilde Willink ook. Het was een hele bonte aangelegenheid. Volg jij die muziek nog? Althans niet heel erg meer, nee. Ik heb wel in de auto vaak muziek aan en dan vind ik dat er nu ook veel leuke muziek is. Maar ik volg niet, niet meer op de voet. En als je in de auto rijdt, heb je niet alleen maar bandjes van Bowie en Roxy? Nee, helemaal niet. Ik wil graag opnieuw muziek horen. Wat was het voor anekdote dat je het jack gestolen hebt van die
wie was dat weer? David Bowie of Mick Jagger? Nee, David Bowie. Ja, zijn leren jasje. Nee, is veel mooier dan een leren jasje geappliqueerd met de zangeres achterop. Was het echt gebeurd? Ja. Per ongeluk? Nee, ongeluk. En je, maar hoe zat je bij hem of zo? Ja, er was Het is winter. Hè? Je dacht pik in, het is winter. Het zat nog iets. Het ging nog ietsje dieper. We hadden de Edison. Ik zat toen in de Edison jury. We hadden hem de Edison gegeven voor de serie Stardust. En toen kwam hij naar Nederland om in het Amstel Hotel die hem ontvangst te nemen. En toen mocht niemand een interview hebben, alleen Henk van der Meijden van Telegraaf. En dat vond ik enorm kwalijk dat wij die hem groot hadden gemaakt niet met hem mochten praten. En boosheid daarover. Dat jasje gewoon om een regenjas gemoffeld. Ja. Was dat leven toen in de schaduw, zeg maar, van een grote gophelder niet interessanter dan het eenzame leven van een dichteres? Nee, helemaal niet. Want ik heb het allemaal gezien. We hebben alle pophelden gesproken overal ter wereld. En op een gegeven moment, dan heb je het gewoon wel gehad. Uiteindelijk, ja, het gaat altijd over muziek, dus dat is toch een heel beperkt verhaal. En als je 15 jaar in dat vocabulaire je hebt uitgedrukt, dan heb je het wel meegemaakt. Ja. Bovendien, ik heb een hele grote periode van de popmuziek meegemaakt. En dan, als je dan ziet dat de jongere generaties eigenlijk altijd weer opnieuw datzelfde proberen over te doen, dat met datzelfde elan proberen te beginnen, dat is gewoon enorm saai. Ja. Het is niet anders dan een herhaling. En ik vind ook eigenlijk dat elke generatie zijn eigen critici nodig heeft. Dichters in Nederland die verkopen niet gigantische stapels. Of je moet Annie Schmitz heten of die Pierre. Maar is er dan van te leven? En ik bedoel dat in praktische zin, materiële zin. Ik bedoel, hoe bestaat een dichter? Een belangrijk deel van mijn inkomen wordt natuurlijk gevormd door de werkbeurs van het Fonds voor Letteren. Mm. En godzijdank verkeer ik nu. Dus dat. Gelukkig is het beleid van het Fonds voor Letteren. Is niet gekoppeld aan de kritiek. Dus het is wel, er zijn wel allerlei officiële literatoren die dat toekennen. Maar daar sta ik blijkbaar op dit moment zo hoog aangeschreven dat ik een werkbeurs heb waar ik redelijk van kan rondkomen. En dan doe ik er dingen bij zoals voorlezen en lesgeven. En Rob Schouten schreef in Vrij Nederland dat over jouw laatste bundels dat je te veel bewondering voor je geliefden zou hebben. Maar ik denk dat dat een weg is waar je op doorgaat. En mijn vraag is, er zit ook veel, het is niet alleen bewonderend, er zit ook veel negatieve waarnemingen in. Dus ik bestrijd dat het alleen bewonderend zou zijn. Het is zoals het leven zelf, je ziet de positieve en de negatieve kant. En dat wisselt per dag? Ja, maar per gedicht. Ja. Hoe, maar wat wou je verder zeggen over Rob Schouten? Niet over die Rob Schouten, maar jouw volgende bundel, die moet ooit eens komen. Zeker, ik ben daarmee bezig. Ja, want hoe gaat dat? Is dat iedere dag een regel of ineens 4 gedichten en dan een maand niks? Nee, ik heb wel een periode van langdurige werken en dan echt dat je geconcentreerd bij voorkeur elke dag 's ochtends begint ermee. Helaas kan ik dat niet al door volhouden. Als ik lesgeef, dan breekt dat mij eruit. En soms moeten er gewoon andere dingen gebeuren die maken dat je dan uiteindelijk je niet aan je werk kunt wijden. Maar ik streef ernaar. En daarvoor ga ik ook vaak naar het buitenland om langdurig, bijvoorbeeld 2-3 maanden achter elkaar alleen te werken. Aan een hele grote cyclus. Zit er dan ook een dwang van de uitgever achter? Of is die uitgever zo aardig dat hij zegt, mevrouw, komt u maar als u wat heeft? Nee, uiteraard zit er geen dwang achter. Nee, maar zelf probeer ik wel door 1 keer in de 2 jaar een gedichtenbundel te hebben. Ik zou je willen vragen om ter afsluiting van het gesprek nog 2 gedichten te doen. Ja. Misschien is het ook aardig als ik Nog niet gepubliceerd. Ja. Oh, ja. Omdat je zo even zei alleen positief. Ik zal eens iets. Iets.
vinden. Iets heel treurigs en tastend. Treurigs? Oh nee, dat was ik niet aan. Dat is meer aan iets boos. De vrouwen denken dat het dan treurig of krachtig. Nee, maar haar vrouwbeeld heb je. Ik zie het zo gauw niet. Nee. Mag ik nog even bladeren? Ja, dit is eigenlijk al geschreven of getypt in de vorm van een bundel, hè? Ja, daar hou ik voor het begin van rekening mee. Ook de hele typografie. Ja, dat je dan weet wat er op een pagina komt. En ook dat het er echter uitziet. Ja. Nee, dat ik weet hoe het uitkomt. Ik vind het heel belangrijk om een bundel samen te stellen, dus om het in elkaar te zetten. De volgende. Ja, dus, gemompeld tot duiven, eveneens gedoken in hun kragen. Het waren de dagen dat ik zo leed onder een kou die als een bijl toesloeg. Ik zag haar lijf in de straat en op het ijs en werkelijk overal. Krullen had het en een spijkerbroek waaruit haar kont geprononceerd naar achteren, naar mij toestak. Kinderlijk van mij om zo te lijden. Toch is het natuurlijk wel vervelend dat zij zo'n draaikont is. En dat zij het zo mooi is, is wel degelijk, ronduit hinderlijk. Nou, en hier om te zien dat wij ook wel eens naar de televisie kijken. Naar voetbal. Als ik die voetballers zie neergaan in een sliding, met elkaar mee zie vallen in hun volle lengte over het veld, hun benen in een doelbewuste verstrengeling, terwijl zij strijden om de allerhoogste eer en ik zit met de hele wereld toe te kijken, denk ik aan hoe mijn benen over de jouwe strijken, aan hoe ze tussen en langs en door elkaar heen glijden, niet minder heftig en evenzeer op een doel gericht. Want in de overgave aan elkaar is de niet geringere winst er voor ons beiden. Dankjewel, Ellie de Burg. Dan graag nu aandacht voor een intermezzo, een optreden van een jonge cabaretier. Ik hoop dat hij rijm halen. Ja, uw applaus voor Niek Barendsen. Hallo dames en heren, koeken met peren. Mijn naam is Jos, maar je mag me ook Hotlips noemen als dat niet weet je verzocht. Ik ben gevraagd om enige gedichten voor te dragen uit mijn dichtbundel getiteld Prei. En het eerste gedicht wat ik zou willen voordragen is getiteld Prei numero uno. En gaat met name over Prei. O jij, pronte prei, priemende, prangende prei, met je vieren stam en je groene krullenbol. O prei, jij maakt mij zo vol. Bij mij kan er maar eentje bij, en dat ben jij. Prei, prachtige, prontige prei. Heel autobio. Het volgende gedicht wat ik ga voordragen gaat niet over prei, maar over de padvinderij. Mijn geest is tot in de donkerste hoekjes gevuld van padvinders in korte gescheurde broekjes. Ik droom van padvinders met grijpgrage handjes in strakke uniformpjes en in stoute standjes. O padvinder, ik zeg het u onomwonden. Zo gaarne heb ik u geschonden, maar mijn paardje heb je nooit gevonden. Dat is toch zonde. Dat brengt ons reeds weder bij mijn laatste gedicht, en dat is als mede tevens ook de toegift. En die gaat niet over prei, niet over de padvinderij, maar over kip. Ja, kip. Ik ben een kip in een legbatterij. Ik ben aan het werk. Ik leg een ei. Het is even persen voordat ik hem leg. En als hij gelegd is, dan halen ze hem weg.
Maar ja, dat hou je als kip in een legbatterij. Het is ondankbaar werk, maar het hoort erbij. Ik kan niks anders, dus leg ik een ei. En als ik mijn best doe, als ik mijn best doe, als ik mijn best doe, dan kom ik ooit vrij. Dat was het, hoi. Groot succes en de harde programmering ben ik hier eens weder met echte allerlaatste toegift. En die gaat niet over het brein, niet over kip, niet over de padvinderij, maar over hamsters. Ik wil je graag iets geven, een cadeau van mij aan jou. Niet omdat je jarig bent, maar omdat ik van je hou. Ik geef je 80 kleine hamsters, omdat jij het bent. 80 kleine hamsters, ze zijn ingeënt. Tegen hamstergriep en hoofdpijn, op hun wangen zit garantie. En ze zitten in een hamsterdoos die mee kan op vakantie. Je kan er ook mee gooien, want ze gaan niet snel kapot. En ook al gaat er eentje stuk, je hebt er 80, dus zo wat. En zeg nou niet dat ik dat niet had moeten doen. Hier zijn 80 kleine hamsters, 80 kleine hamsters. 80 kleine hamsters en een zoen. Dat was het. Hoi!